Ik weet dat ik hier met jou nu over moet praten. Maar ik weet niet. Het is heel pijnlijk. Hoe lang weet je dit al? 3 jaar. Ongeveer. Sorry, alsjeblieft, kijk me aan. Ik heb ooit een chlamydia-infectie verwaarloosd en daardoor zijn mijn eileiders... Waarom heb je dit nooit eerder verteld? Nou, omdat ik... Er is gewoon nooit echt een goed moment, toch? En ik vind het gewoon ontzettend... Dat je me zoiets bij de eerste date niet vertelt, dat snap ik. Maar we zijn inmiddels al vele maanden verder. Ja, dat weet ik. En ik wil dit je ook echt vertellen, maar dit is gewoon... Maar ik kan hier helemaal niks mee. Zoiets essentieels. Ja, ik wist toch ook niet dat jij met zo graag kinderen wilde... Rick! Hey, gaat het wel? Wat is er aan de hand? Ik heb Rick verteld dat ik onvruchtbaar ben. En natuurlijk had ik dat al veel eerder moeten doen, maar... Nou ja, jeetje. Jullie hebben het gezien. Wat is het ontzettend naar voor je? En dat vertel je hem nu pas? Ja, Rick is natuurlijk al grootvader, dus ik kan me voorstellen dat zo... Ik weet niet of wij hier nog uit gaan komen. Hij wil heel graag een kind van mij. Nou, weet je, ik ga met hem praten. Ik weet niet of het wat oplost. Hij heeft natuurlijk ook veel te verwerken, maar... Kan ik Louise even hier laten? Ja. Kom maar zo ophalen. Ja? Hey. Als jij onvruchtbaar bent, hoe komt het dan dat jij een paar maanden geleden je spiraaltje hebt laten vervangen?